Ik ben geboren in Frankrijk, precies in Compiègne, in 1975. Mijn ouders zijn Portugees en ik zelf zijn verhuisd naar Portugal in 1976, samen met mijn twee zussen. Mijn leven in Portugal waren fijn en leuke tijden. Ik ben mama geworden op mijn 18. Ik heb mijn studies moeten afmaken in avondschool. Na 6 maanden ben ik vertrokken naar België in september 1999. Het leven was mooi in Portugal, toen kwam ik in België. Ik kende de taal niet, had geen vrienden of familie waar ik terecht zou kunnen gaan. Mijn oudste dochter gaan halen in Portugal. Spijtig genoeg hebben we samen een beetje afgezien met onze twee, waardoor we moesten vluchten van die moeilijke situatie. Veranderen van school en werk was de beste oplossing en hopen dat we niet gevonden zouden worden. We leven dus allemaal anders in Portugal, maar toch geven we nooit op. Daarna heb ik de papa van mijn jongste dochter leren kennen en verhuisd naar Bonn. Ik heb diploma gehaald van kinderbegeleidster en gewerkt op school. Ik doe vrijwilligerswerk ook. Uiteindelijk ben ik gescheiden en heb een goede stabiliteit in het leven. En alles komt goed als we willen. Er is een licht aan het eind van elke donkere tunnel.